Yes mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is John Quote. En zoals jullie kunnen zien zit mijn haar er nog steeds op. Het is gewoon 4 jaar geleden dat we wat op het prankse kanaal is gekomen. En vandaag is het weer zover. Er komt een update video aan. Ik ben echt benieuwd. Hoe gaat het met jullie? Wat ben jij aan het doen op het moment? Wat heb jij de afgelopen 4 jaar meegemaakt? Laat het mij eens weten in de comments. Dan ga ik zo meteen mijn verhaal ook vertellen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Om heel eerlijk te zijn. En voordat ik dat allemaal ga vertellen, wil ik even 1 ding kwijt. En dat is, ik mis het oprecht om een YouTuber te zijn. Ik mis het leven eigenlijk best wel om YouTuber te zijn. Om dingen te filmen, weer dingen te doen op camera. En het gewoon weer later terug te zien. En interactie met jullie. En mensen te ontmoeten. En het is best wel, het was best chaotisch toen de tijd en zo. Maar het heeft ook heel veel leuke dingen, zeg maar. Heel veel leuke kanten. En ik ben hier eigenlijk lekker aan het trainen op het veldje. Ik ben een beetje aan het filmen. Ik werk momenteel in de sport volledig. Bij 2 sportscholen werk ik. En daar ben ik eigenlijk best wel druk mee. Ook heb ik nog een eigen filmbedrijf waarin ik dus video's maak voor bedrijven, bruiloften, sportscholen, dat soort dingen. Dus ik heb het filmen eigenlijk nooit in de steek gelaten. Ik ben altijd doorgegaan met filmen. Alleen dus niet echt op YouTube. Ik heb heel veel videoclips gemaakt, dat soort dingen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel druk mee geweest. Maar ik dacht van de laatste tijd, we begonnen steeds een beetje te jeuken en zo. Dus ik ben onlangs even, Dus onlangs ben ik even de stad in geweest. Heb ik weer wat video's opgenomen. Die gaan binnenkort online komen. Dus als je het leuk vindt, mag je die natuurlijk altijd checken. Maar deze video gaat niet te lang duren. Ik wil alleen even weten, hoe gaat het met jullie? Wat ben jij aan het doen op het moment? En vertel het mij gewoon eens. En dan check ik jullie gewoon bij de volgende video. Hey Eva. Ik ben toch van die YouTuber? Welke YouTuber? Ik heb toch nog even een van die vreemde stories. Misschien? Ja, bij jou. Kijk. Wat staat hier? Kijk, ik heb net over dat ik YouTube een beetje mis. Dat is altijd deze energie, weet je wel. Je hoeft niet eens wat te zeggen, ze beginnen al. Oké, wie kan er een paar pull-ups als ze toch bezig zijn? Wie kan er een push-up? Ja, daar de mensen schreeuwen, jongens. Het begint gelijk, hè. Kijk. 1. Lekker, maat. Wie kan er nog één? Kom. Hoppakee, 1. Nice. Pull-up erbij. Als die lukt. Ja, kom op! Ja! Yeah. Strijder, lekker hoor! Woe! Het is wel koud, zeg maat, hè? Dus je het maar eens uit, voel je het? Shirt uit? Nee, wel gek. Helemaal gek, hè? Oh, ik doe het zo hoor, shirt uit. Ik heb een t-shirtje. Dus, maar dat bedoel ik dus, mensen. En ik zeg bedankt voor het kijken. En dan check ik jullie dus bij de aankomende video die binnenkort online komt. En dan zou ik zeggen, ja, als je toch een verhaal hebt over jezelf en je hebt een YouTube kanaal of een TikTok of Instagram, zet die link erbij, dan check het gelijk even, ja? Later!